Dag participanten en kijkers. Ik ben Erland Sleur, voorzitter van Probios, milieuactivist en milieudeskundige. Onlangs is Paramaribo rood gekleurd door het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Vanwege de grote risico's die we hier lopen vanwege klimaatverandering, waarvan de belangrijkste de zeespiegelstijging zal zijn. Dit wordt weer veroorzaakt door het opwarmen van de aarde, waarbij de poolkappen en de gletsjers in de wereld aan het smelten zijn. Deze grote hoeveelheden water zullen de zeespiegel doen stijgen en we weten allemaal dat Paramaribo en het hele kustgebied van Suriname laagliggend is. U kunt hier aan de beelden achter mij al zien welke problemen we nu al hebben om de zee, vooral bij springvloed, buiten te houden. Het probleem is eigenlijk groter, want we zien ook dat door het opwarmen van de aarde er extreme temperaturen nu gemeten worden in de Poolcirkel, die zorgen dat het permafrost aan het smelten is. Permafrost is het eeuwige ijs. En dit eeuwige ijs heeft eeuwenlang of duizenden jaren lang methaangas vastgehouden in de grond. Door het smelten hiervan komen deze grote hoeveelheden methaangassen vrij. Methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2. 21 keer sterker per molecuul. Dus we zien nu een versnelling van de klimaatverandering, van het opwarmen van de aarde en uiteindelijk ook van het smelten van de ijskappen. Geen enkel computermodel heeft dit allemaal voorspeld. En nu mijn vragen aan de directeur van Staatsolie. Om te beginnen, gelooft u in klimaatverandering veroorzaakt door menselijk handelen, waarvan de belangrijkste de uitstoot van broeikasgassen is uit fossiele brandstoffen? Zo ja, hoe denkt Staatsolie hiermee om te gaan en er rugbaarheid aan te geven? Is er overleg met de regering? Zijn er voorstellen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? Is er al een rampenfonds hiervoor opgericht? Door wie en hoe worden de multinationals, de oliebedrijven op de oceanen, gecontroleerd bij het proces van deep sea drilling? Dat is oliewinning op grote diepte dat grote risico's met zich meebrengt. En we weten allemaal wat er in de Golf van Mexico met BP is gebeurd. De vraag is ook, wat we nu in Guyana zien, is dus dat ExxonMobil gas aan het afbranden is omdat ze de olie belangrijker vinden, omdat die een hogere waarde heeft. Ze verdienen daar meer aan. Ruim een jaar lang heeft ExxonMobil het gas afgebrand met het excuus dat hun gas extractor kapot was. De regering van Guyana heeft verzuimd om dit te controleren en ExxonMobil was gewoon open en bloot op de oceaan dit gas aan het afbranden. Melinda Yanke heeft ondertussen een rechtszaak aangespannen tegen de regering vanwege dit verzuim. Gaat dit ook in Suriname straks gebeuren? Hoe is het allemaal geregeld? Wie gaat de oliebedrijven controleren? Hoe is Suriname voorbereid op een olieramp? Is ons land straks verantwoordelijk bij een olielekkage voor de schade die de olie zal aanrichten op stranden, de biodiversiteit, de visserij van andere landen ten westen van ons, waar alle olie naartoe zal stromen. En de olie zal reiken tot Mexico. Kunnen wij over een win-win situatie spreken bij oliewinning als we weten hoe groot de risico's zijn, maar vooral de gevolgen voor Suriname, onze hele kustvlakte, dreigt onder te lopen. Dijken zullen ons niet helpen. De mangrove is nu al aangetast. U weet dat Shell onlangs door de Nederlandse rechter gevonnist is
voor de uitstoot van broeikasgassen en dat ze haar uitstoot met 45% moet terugbrengen voor 2030. Onlangs heeft Shell zich ingekocht in onze olievelden en daarnaast heeft ze ook onlangs olie gevonden in Namibië. Het is dus duidelijk dat Shell het vonnis van de rechter aan haar laars lapt. Wat vindt u als hoofdverantwoordelijke hiervan om Shell alsnog te faciliteren? Ik dank u.